ja, als je voor de eerste keer met Helium gaat spelen, dan kom je zoveel dingen tegen waar het toch allemaal weer anders is dan je dacht. Ja, ga eens even kijken dichtbij. Ja, hij knalt zo'n ding naar rechts. En dan zit een cilindertje op, in de luchtkamer. Die wordt dan opengetrokken. Ja, meer, man. En dan strandt de lucht in de ring. En met op, die, op het einde strekt hij hem even dicht. En dan stroomt de lucht uit. En dan wordt het teruggetrokken door de veren. Okay. En op het einde tikt hij hem net weer open en dan komt de lucht erin. En dan gaat het heel dat zo heen en weer. En hoe vaak doet hij dat? Ja, moet je even kijken. Ja, ik had hem toch iets anders voorgesteld. Ja, ik had niet. Het is ergens, dus je kan zo'n vleugel niet willekeurig gestand laten stoppen en dan een bocht af. Wat is er precies loos met het, wat werkt niet? Hij doet het niet. Hij doet het. Ja, maar volgens mij zijn dat technische termen voor. Hij doet het niet. Technische term is... Daar neem ik geen genoeg van mee. Dat kan ja, als beweging. Nee. Idee. Maar jij stuurt dat hier mee aan? Ja, hebben we ook. Geluk uit! En niet smokkelen. Ja, hij doet het. Ja, ik kan er niet beloond, jongen. We worden aangevallen. Kijk, dat is. Dat is echt dat is ongelooflijk, dit, hè? Weggestanden, is ik hem. Kijk, hij doet weer wat tijdelijk. Nou, dat is toch wel een heel bijzonder moment, hè, dit. Nou moet ik alleen dat touwtje nog wegpoetsen. Heb je nog een beetje tape, mate? Daar ben ik heel ook blij mee. Ook de snelheid waarmee hij die vleugels beweegt vind ik echt mooi. Mooi met de tijd erbij zo. Ah joh, dat is super. Ik heb heel veel mee. Zo langs die grond af. Zo. Dan moeten we een gewichtje eraf halen eigenlijk. Hij staat erop staan. Isaac! Vliegen. Ja. Het idee om dus de beweging van een jellyfish, van een kwal, dus na te maken in de lucht. Ja. Maar we kwamen er halverwege achter dat die uitstoot, dat je daarvoor een veel langere arm nodig had dan de arm die we nu gebruikten. Dus dan moet je daar even snel wat nieuws voor verzinnen. Ja. Dat hadden we toen ook gedaan. Ja. En toen besloten om gewoon nog een tweede zak aan te hangen met van die schroepen erop. En die schroepen die zetten in feite maar de bedoeling was dat ze zich inderdaad afzetten tegen de lucht en zo doen voor voortstuwing zorgen. En doen ze dat ook? Ja, praktijkwijs is of kun je dat beter niet vertellen nu? Dan moet je zo even kijken. De reden zou moeten doen, maar op blaas dan ja, als je er... Die kant op blazen, kan de lucht er zo lang, zeg maar. Ja.
het idee. En dat heeft een kwal ook. Een kwal, die doet dat ook, die trekt zich. Nou, het idee was om een paraplu-stoot van een kwal te gebruiken. Ja. Maar dat werkte niet, dus toen zijn we even snel overgestapt op een ander principe. Oh. Dus